was een of ander geheig achter me. I saw you. Nee, 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 stop dit spel. What the fuck is dit? Close your eyes. Yo, gamefans van Nederland. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Cortex Gaming. Nee, op Cortex Gaming. Je kijkt niet van Cortex... Welkom bij een nieuwe aflevering. vandaag zullen jullie eigenlijk Minecraft Survival verwachten. Klopt. Is het niet dat vorige week de server kut deed en nu doet Skype weer kut. En ik kan dus niet met Rick communiceren en we kunnen dus niet opnemen. Dus ik dacht, ik improviseer even en ik duik even het web op. Eerst ging ik naar GameJolt om te kijken of daar leuke nieuwe indie games waren, want daar heb ik al een tijd niet aan gezeten. Maar toen kwam ik uiteindelijk terecht op Steam. En dit spelletje is gratis te spelen op Steam, genaamd Close Your Eyes. Het schijnt een horrorgame te zijn, met een tikje comedy erin. En ik ben gewoon benieuwd. Het zag er leuk uit, het zag er grappig uit. En ik denk, weet je, fuck it, YOLO, doe het gewoon. Zo simpel, dat is eigenlijk gewoon het verhaal. Ik doe het gewoon. Close Your Eyes, weet je, we gaan gewoon beginnen. Start. Zo'n game wat je met een toetsenbord speelt, niet met een muis. What the fuck? Before playing the option menu in a tie down, blah blah blah. Pressing F12 will reset the... Nee, ik wil niet de game resetten. Waarom zou ik dat nou willen? Default kunnen... Leuk. En door. As a horror game, don't rob yourself the experience. The game is best enjoyed in the dark environment wearing headphones. Nou, headphones heb ik. Dark environment, het is ochtends. Je hebt het zo donker mogelijk gemaakt. Fuck it. Please, close... Nee... Waarom moet... Oké. Maar dan kan ik niet zien wat er gebeurt. Vind ik niet leuk. Welcome, ladies and gentlemen. Oké, hi. Boys and girls. Oh, dat is wel handig. De tekst staat er en hij leest het ook voor. Oh, dan hoef ik het zelf niet te doen. Ja, prima. Today our excited test is death defying. Death well defying, that is. Oh, nu snap ik waarom je je ogen dicht moet doen. Dit spel is zo'n... dat ze twee microfoons plaatsen. Eén voor je rechteroor en één voor je linkeroor. En je voet hem zo achter je langs lopen. Dat is fucking vet. Ik weet niet of jullie dat ook horen, maar dit is wel tyfus cool. Waarschijnlijk niet. Hallo? Mag ik al mijn ogen weer open doen? Ik heb het toch gedaan. Do you have any last words? Oké. Nee. Eigenlijk niet. Then may God have mercy on your soul. Release the platform. Welk platform? Ik snap het hele concept met je ogen dicht doen en de geluiden en zo die je hoort. Dat vind ik heel erg cool aan deze game. Maar waarom lees je dit dan niet voor? What in... Terran Nations? The damn rope. Wat is Terran Nations? Geen idee. Someone stop him. He's getting away. Redder. Hallo. Komt er nog iets? Ik ben een shy guy. Wat is daar? Wat is er met die deur? Ik denk niet dat ik terug moet. Weet je, ik ga gewoon vooruit. Fuck it. Ik ben een shy guy en ik loop vooruit. Ik heb volgens mij ook een wandelstok. Wel erg zielig dat ze een oud opaatje ten dood veroordelen hier. Hè? Hey! Ik zag wat. Ik vind het wel jammer dat deze muziek een beetje de achtergrondmuziek lagt. Save file. Oké, we gaan saven. Heb ik nou gesaved? Ik heb gesaved. Oké. Hallo? Iets? Wat zijn dat voor rare tekens? Een oog is dat volgens mij. Huh? A poster of an eye. Wonder what it's for. Vraag me ook af. Ja, dat zei je net ook al. Hey, hallo, loop eens door. Ik vind het jammer dat er geen achtergrondmuziek in zit. Waarom moet ik een koptelefoon op als er geen achtergrondmuziek in zit? It seems to be a turnstile. It's not letting me pass. I don't have a ticket. Maybe I'll find one. Let me be. Ik snap echt niet wat er in deze game aan de hand is. The route is blocked to the, by the turnstile right here. Oké. Ik moet dus iets vinden. Puzzle elementen. Altijd leuk. Ik zag toevallig een hele donkere deur. What the hell?
A work of gravity. There's a message written within. Hidden hack holds the key. Hidden hack. What the fuck is a hidden hack? No time to be gardening. Lol. Zegt hij dat hier? Ja. Nee, vind ik wel weer jammer dat ze geen meerdere messages hebben bij zoiets. Mag ik hier naar binnen? Ik moet enter indrukken voordat ik naar een ding naar binnen mag. The fuck. Hé, hey, ik heb die poster weer. Ik vind het echt een serieus gebrek aan achtergrondmuziek. What the hell? En hier is weer een deur. Oké. Okay. Hé, hey, daar glimt iets. Het zal daarin zitten. Nou, oh. Oh, ik dacht de key. Maar het is een cassette. Nou, dan gaan we een cassette spelen. Een tape player recorder. Play the red label cassette. Ja, play. The fuck? Dit liedje is disturbing. Juist. Door is locked. There's no sign of a keyhole. I'm not opening. Nee, oké, ik kan niet open. Oké, okay, net was ik aan het zeiken over het lek aan een achtergrondmuziekje. En nu heb ik echt zoiets van SHUT UP! Dat muziekje blijft ook gewoon nog spelen. Oké, okay, dan lopen we wel gewoon door. Blue labeled cassette. Oh! Oeh, nieuw muziekje! We spelen gewoon de muziekjes zelf vrij. Die! Oh, dit is fucking fucking creepy. Swap voor de blue cassette. Ah, oh, fade out. Dat vind ik wel cool. Once upon a time in another place there was an old hack horse. So they say she cursed anyone who dared tread on her lonely space. Once upon a time in another place there was an old hack horse. So they say she cursed anyone who dared tread on her lonely space. Once upon a... Ik snap de ballen hier niet meer van. Wat zijn dit voor liedjes? Nou, this door is open. Oeh, Deus Ex Machina. Oeh, blinky thing, let's go to the blinky thing. Fuck all the rest, let's go to the blinky thing. There's an item in here. Nee, je zou het niet zeggen. Obtain a yellow label cassette. Oeh, nieuwe cassette. Leuk. Ik word dadelijk echt 's werelds beste DJ, motherfucker. Met een keide hiphop en alles. Ja, ja, yellow label cassette. Ja, doen. Fade out. En nieuw. Dit, volgens mij vind je hier gewoon random Adele cassettes. Denk ik. Ja, die is locked nu. Dit liedje is echt gesponsord door Adele, volgens mij. Al die sad songs. Hé, hey, is dat een deur daarbovenin? Yep. Deuren zijn echt verborgen hier. What the fuck is dit? A power generator. Turn it on. Tuurlijk. Turn the shit on. Oh, het stopt tenminste in de muziek. Great. Ik vergeet steeds dat je niet gewoon door kan lopen. En dat je enter moet drukken voordat je een deur in kan. This door is open. Oh, you don't say. Want hier zat de lichtknop. Nou, flip the shit out of it. Echt, ik zie nog steeds niks. Ik zie alleen een van de blinky thing. Oké. Okay. Was this here before? Nee, tuurlijk niet. I guess it was rather dark. Het glinstert. Kom op. Een turnstile ticket. Hé, daar kunnen we door die deur heen. Nou.
Na een heel concert van Adele gehoord te hebben, kunnen we eindelijk door die fucking deur heen. The fuck? Holy tyfus, ik schrok me even dood. Jullie horen dat natuurlijk misschien niet, maar... Er was een of andere heig achter... What the fuck? Was een of andere heig achter me? I saw you? Nee, 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 stop dit spel! What the fuck is dit? What the fuck is dit? Oh my god. Ik wil niet door. Ik wil niet door, dit is fucking eng. Kunnen we terug naar dat save point? Ik wil save en weg hier. Ik wil hier weg. What the fuck was dat? Holy teams, ja, we gaan saven die shit. Ja, saven. Oh my fucking flipping hell of a god. Huh? Wat was dat? Wie jij waren? The fuck is going on here? Wat is dit? Dit spel is ineens fucking creepy geworden. What the fuck? Oh, we kunnen hier ook saven. Oh my god. Weet je? Fuck this shit. We zijn nu al een tijdje aan het spelen. En dat game is fucking creepy. Echt fucking creepy. Met andere woorden. Vond je het een leuke video? Ik ga me afsluiten, jongens. Sorry, maar dat creepte me echt uit gewoon. Ik hoorde ineens iets achter me. Fucking eng. Vonden jullie het een leuk videootje? Laat dan een like achter. Willen jullie ook deel 2 van deze video zien? Laat het dan even in de comments weten. Ik ben zelf wel benieuwd naar wat er vooruit is, maar ik wil eigenlijk niet doen, want het is fucking eng. Maar laat even in de comments weten als er genoeg mensen zijn, of als er iemand überhaupt is die wil dat ik door ga spelen, dan ga ik uiteraard doorspelen. Maar ja, nogmaals, vond je het een leuke video? Laat dan vooral even een like achter. Ben je nog niet geabonneerd? Wil je wel weten wanneer onze video's uitkomen? Dan staat er een rode knop met abonneren onder in beeld. Of onder in beeld, onder dat videootje. Als je daarop klikt, word je op de hoogte gehouden. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en op Twitter. Links staan onder in de descriptie. En dan zie ik jullie de volgende keer wel. Misschien bij een andere Close Your Eyes. Ik probeer in ieder geval Minecraft Survivor zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Komt vast en zeker goed. Ik heb niks meer te zeggen, ik ben fucking bang en ik zeg gewoon beste kijkers, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Mazzel!